Dit is de Nitrile Pantera 163 en het is een van de weinige echte stijve camelboards die we dit jaar in de test hebben zitten. De meeste van ons kregen al knikkende knieën bij het horen van de naam Pantera, maar dat bleek eigenlijk nergens voor nodig. Het board versnelt enorm, je kan er echt gigantisch hard mee naar beneden scheuren. Maar het roetje toch ook makkelijk, hij heeft een snelle kantenwissel en daardoor kan je het board toch goed blijven controleren. Dit is een fijne freeride plank, al is die wel meer geschikt voor op de piste dan echt voor treeruns in het bos. En freestyle hoef je hier niet echt op te proberen, maar ja, waarom zou je ook als je net zo goed gewoon keihard naar beneden kan strepen. Ons testteam vindt de Pantera met name geschikt voor de wat krachtigere en wat zwaardere snowboarders of snowboarders met een wat actievere rijstijl. En ja, als je nou echt al wel een beetje kan snowboarden en graag heel hard gaat, dan word je echt wel blij van dit board.